Theater presenteert Hattie Blok. Ze wordt begeleid door Henk van Dijk, Jan Blok, Tom Disseveld en Adi Kleingeld. Er zijn niet veel beren in Breukelenmeer. Je komt ze niet dikwijls meer tegen. Er is er nog eentje, een stokouwe beer, die wandelt daar nog langs de wegen. Zo 's avonds in donker, daar kuiert hij dan, die stokouwe beer met zijn bontjasje aan. Poosje geleden, toen was er een bal in Breukelen bij meneer Jansen. Er speelde een prachtig orkest in de hal en iedereen was aan het dansen. Toen sloeg het 10 uren en iedereen vroeg: waar blijft de baron van der Hoogeleboeg? En juist op dat ogenblik, kijk eens wel, daar kwam net die beer aangelopen. Hij drukte per ongeluk tegen de bel, de huisknecht deed dadelijk open en schreeuwde gewichtig zo hard als hij kon: hier is zij de hoogheid, meneer de baron. En iedereen juichte: wees welkom, baron. De beer werd zo aardig ontvangen. De gastvrouw riep in haar satijnen japon: zal ik soms uw bontjas ophangen? De beer stond te brommen, hij hield daar niet van. Hij schudde zijn kop en de jas hield hij aan. Hij at 7 taartjes en dronk een glas port. Hij wilde ook 1 keertje dansen. Toen liep hij de deur uit, ineens was hij fort. Wat jammer nou, zei meneer Jansen. Nu gaat hij al weg en het is nog zo vroeg. Die beste baron van der Hoogeleboeg. En iedere dame zei tegen haar man: kijk, zie je, zo schijnt het te horen. Zo moet het op feesten, je jas hou je aan. Zo'n jas zonder knopen van voren. Dus denk erom, als je op avondjes komt, dan hou je je bontjas maar aan en je bromt. En de beer, die zit weer in het Breukelse woud. Hij is het vergeten.